Volgens de brandweer is het vuur aangestoken. Opnieuw woedde er een brand in het lelijkste pand van Nijmegen. Dag, dames en heren. Bijna 2 miljoen euro is er voor uitgetrokken door de provincie. Maar het lijkt een succes. Steeds meer mensen laten zich omscholen naar een functie in de techniek. Ik was vroeger boekhouding gewerkt als een boekhouder, 18 jaar, maar hier is mijn diploma is niet geldig. En ze hebben het gered. De Nijmeegse Devils zijn landskampioen. De brand in het leegstaande Intersportpand in Nijmegen is waarschijnlijk aangestoken. Dat zegt de brandweer. Het pand staat al jaren te verpauperen en het staat bekend als het lelijkste gebouw van Nijmegen. Vanwege de brand afgelopen nacht moesten omwonenden tijdelijk hun huis uit. We spreken met de zoon van de eigenaar en die geeft aan dat er ingebroken is. Vervolgens zijn er vloerdelen van de grond weggehaald en die zijn in brand gezet in het pand. Vervolgens is er dus brand ontstaan. Ook de brandweer bevestigt dat het gaat om brandstichting. Maar zowel de politie als de gemeente Nijmegen willen niet voor de camera reageren. Nou, ik vind het niet erg. Ik heb hem niet aangestoken, maar ik zal ook blij zijn als die plat is. Schokkend. Je staat er niet bij stil dat mensen inderdaad in staat zijn om dat soort dingen te doen. Afgelopen nacht komt er veel rook vrij bij de brand. Ik werd rond een uurtje of 4 werd ik wakker. En toen, heel veel sirenes. Toen dachten we al van, wat is hier aan de hand? Dus ik dacht, ik ga even kijken uit het raam. En toen zag ik vanuit daar een hele grote pluim met rook. De veiligheidsregio adviseert inwoners de ramen en deuren te sluiten. Omdat de brand is gesticht en er is ingebroken in het pand, wordt het pand nu weer dichtgetimmerd. Ja, maar ik doe nog meer planken. Let's go. Ik vind het een smet op Nijmegen. En ik vind, laat ze nog maar iets moois neerzetten. Dat zeker. Het staat geloof ik nu al 6 of 10 jaar zo erbij. En de stad wordt steeds mooier, alleen dit is echt nog een puist van de stad, zo maar zeggen. De gemeente Nijmegen laat weten dat ze in gesprek gaan met de eigenaar. Er is bijna 2 miljoen euro voor uitgetrokken, maar het lijkt te werken. Het actieplan van de provincie Gelderland en onder meer de vakbonden en de onderwijsinstellingen om het groeiend tekort aan technisch personeel aan te pakken. Vandaag werd aan de 750ste persoon een speciale bijdrage overhandigd voor het volgen van een technische opleiding. Er is een schreeuwend tekort aan vakmensen. Aan de andere kant zijn er mensen als Ahmed Haj. Die staan te popelen om aan de slag te gaan. Ik was vroeger boekhouding gewerkt als een boekhouder, 18 jaar. Maar hier mijn diploma is niet geldig, zeg maar. Zo, ik moet een andere diploma hebben, een andere soort van studie volgen. En krijg een certificaat of diploma, dan kan ik meteen aan de slag. Met een speciale bijdrage kan dat. Hij krijgt een opleiding en is straks een technisch geschoolde vakman. Langs scholen staan ze aan de schoolborden te rammelen of er nog enige leerling in zit. Nou, die zijn er niet. Dat leidt tot een hele andere arbeidsmarkt. Dan kunnen banen wel verdwijnen, kunnen bedrijven wegtrekken uit de regio. Je hebt mensen nodig hier in de regio. En die komen eraan. Deze lichting start deze week aan het vakmanschapstraject. Het moest een feest worden en dat werd het ook. Gesteund door 500 supporters pakten de Devils uit Nijmegen, en dan heb ik het over ijshockey, gisteravond de landstitel. Met goede moed en vol vertrouwen vertrekken een paar honderd fans met bussen vanuit Nijmegen richting de finale in Tilburg. Wat gaat het worden vandaag? Winst. Winst, we gaan winnen. Absoluut, zeker. Heeft u er een beetje vertrouwen in? Nou, tuurlijk wel. Devils won onlangs ook al de bekerfinale van tegenstander Heishockey uit Den Haag. Bij dat duel moest de politie in actie komen vanwege een paar incidenten met supporters. Maar gisteren verliep alles normaal. Het team uit Nijmegen komt al gauw op een 2-0 voorsprong. Daarna komt de tegenstander uit Den Haag terug. Hier is de 2-2. En daarmee is het weer ongemeen spannend. Denk je dat ze gaan winnen? Moeilijk te zeggen nou al. Maar uiteindelijk neemt Devils afstand. En met een 7-4 overwinning gaat na de beker ook de landstitel naar de ploeg uit Nijmegen. Hier doen we dan maar voor. Twee finales hadden beloofd. Twee finales gekregen. En twee finales voor gevochten om te winnen. Gewoon perfect seizoen. This, we'll go into our trophy case to add to the beker that we got a couple weeks ago.
straks. Het lijkt een klein onschuldig kevertje. Maar vanwege de letterzetter moeten er flink wat bomen worden omgehakt. De nabestaanden van de slachtoffers die om het leven kwamen bij de aanslag op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn zijn door de gemeente uitgenodigd voor een besloten bijeenkomst op 30 april. Het is dit jaar 10 jaar geleden dat Karst T. uit Huissen met zijn auto het publiek inreed en tegen het monument De Naald tot stilstand kwam. Behalve Karst T. zelf kwamen ook 7 mensen uit het publiek om het leven. De bijeenkomst voor nabestaanden wordt georganiseerd op verzoek van de getroffen families. De voorzitter van de Arnhemse voetbalclub MASV blijft zeker nog 14 dagen vastzitten voor betrokkenheid bij de schietpartij in Arnhem-Zuid afgelopen zondag. Bij de schietpartij raakte 1 man gewond. De voetbalclub heeft de voorzitter voorlopig op non-actief gesteld. De bus van Aalten naar de Duitse grensstad Bocholt gaat eind dit jaar dagelijks rijden. De 5 maanden durende proef met de internationale buslijn bleek een succes. De provincie Gelderland betaalt mee aan de busverbinding. Jong geleerd is oud gedaan. Dat dachten ze op het christelijk college De Noordgouw in Heerden. En dan hebben we het over het redden van levens. Want de school geeft leerlingen een reanimatiecursus. De eerste 60 leerlingen die zijn inmiddels geslaagd. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daan Binnendijk is een van de leerlingen die inmiddels de cursus reanimeren met succes heeft gevolgd. Het leek mij wel handig om het te kunnen, want anders sta je daar zo als je in je eentje bent en je weet niet wat je moet doen. 21, 23, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. En vervolgens let op dat je niet bij het laatste doorleunt. In totaal hebben 6 docenten eerst zelf een opleiding tot reanimatie-instructeur bij de Hartstichting gevolgd. Vincent Rijntjes is 1 daarvan. Hij vindt het belangrijk om leerlingen de kunst van het reanimeren bij te brengen. Het kan iedereen gebeuren en er zijn zat voorbeelden. Het verhaal van Nouri is wel duidelijk, hè, van dat het ook jonge mensen kan overkomen. Nouri, de voetballer. En ja, wij vinden het gewoon belangrijk dat ook leerlingen hier alvast kennis mee maken. Schok toe te dienen. Druk op de schok toegediend. De school heeft de poppen, AED-trainers en oefenmaterialen zelf aangeschaft. De Noordgouw is dan ook een gecertificeerde school voor reanimatieonderwijs. Als ze het niet goed genoeg doen, dan zaken ze. Want wij, op het moment dat wij ze het certificaat geven, willen we ook echt dat zij kunnen reanimeren op het moment dat nodig is. Het gaat wel ergens om. Want dan zijn er steeds meer mensen en leerlingen die het kunnen en dan is de kans steeds groter dat iemand overleeft. Binnen 3 jaar verwacht de school 500 leerlingen opgeleid te hebben om mensenlevens te redden. 18, 29, 30. Het is een klein beestje, maar hij is in staat om zelfs de grootste boom te vellen. De letterzetter. Het kleine kevertje zorgt ervoor dat deze week een paar 100 fijnsparren worden gekapt in het Beekhuizerbos bij Reden. De ene na de andere fijnspar gaat om in het Beekhuizense bos. Die ingreep is nodig omdat de letterzetter het op de bomen heeft gemunt. Als je hier rondkijkt, dit is zo'n geweldig natuurgebied. En we zijn gedwongen door een heel klein beestje om toch zo'n 2 hectare aan sparren te moeten kappen. En dat doe je natuurlijk niet met plezier. Bomen die hier al ongeveer 70 jaar staan. Door de droogte van afgelopen zomer raakten veel fijnsparren verzwakt. Terwijl het voor de boomkevertjes juist ideale omstandigheden waren om zich en masse voor te planten. Vooral oudere bomen bezwijken nu door de letterzetter. Die er met zijn geknaag voor zorgt dat de sapstromen de wortels niet meer bereiken. En als de ene boom dood is, gaan ze door naar een andere boom. Het is een vriendelijk beestje. Maar hij doet desastreus werk vanuit oogpunt van bosbeheer gezien. Nou ja, dit zijn die stukken waarbij dus de laag tussen het hout en de bast helemaal is weggevreten. Het vrouwtje legt eitjes hier in dat gangetje en die larven die gaan dan, die waaieren dan uit als het ware. Onbedoeld creëren de letterzetters hierdoor soms prachtige kunstwerkjes. Al ziet bosecoloog Frits Moren dat net iets anders. Je denkt ook niet dat een kip creatief is bij het leggen van een ei bijvoorbeeld. Hè? Het is gewoon de manier waarop hij zich voortplant. En dat patroon van die uitwaaierende vraatganger van die larven, dat levert een apart plaatje op, zou je kunnen zeggen. Vandaar dat die letterzetter heet.
Hier in Reden wordt straks nieuw bos aangeplant met meer verschillende soorten bomen. Daarmee is dan een einde gekomen aan het hoofdstuk van de letterzetter. De opvang van regenwater tijdens extreem weer is een steeds grotere uitdaging voor veel gemeenten. En ook in West Maas en Waal wordt alles op alles gezet om het overtollige regenwater zo goed mogelijk op te vangen. Daarvoor worden zelfs hele vijvers opnieuw uitgegraven. De vijver wordt leeggepompt. Hij wordt verdiept en verbreed zodat hij meer regenwater kan opvangen. Maar eerst moeten alle vissen er nog uit. De werkzaamheden vinden plaats in de straat van Diederik Lindenaar. En hij weet nog goed wanneer het misging in 2015. Wat er dan hier op straat gebeurt is dat van alle kanten van het dorp hier het water naar het laagste punt toestroomt. Dat kan de riool en de waterafvoer kan het eigenlijk niet aan. Dus wel even een confrontatie met de risico's die dat water en die hoogstbuien met zich meebrengen. Het dorp Alphen is een van de laagste punten in de regio. Het ligt in een kom waardoor het water allemaal de straat instroomt. Tenminste, tot nu. We moeten dat water ergens kunnen opvangen. Dus dat het bij de mensen uit de huizen, uit de tuinen blijft. Dat het ergens wordt opgevangen en langzaam maar zeker weer de polder in kan stromen. Dus er kan straks 214.000 liter meer water in. Kan toch ook net zo goed meteen de rivier in? Soms staat het water echt hoger dan het gebied wat erachter zit. We worden niet voor niks beschermd door de dijken. Hoeveel komen er nog bij in Alphen en in West Maas en Waal? We gaan in totaal hier 600 vierkante meter bestrating weghalen. En dat gaan we vervangen voor groen. Dus dat is niet allemaal met vijvers, maar dat is dus dat ook de groen, de speelvoorzieningen met groen, dat het water gewoon de grond in kan zakken. En aan de lucht te zien zijn ze precies op tijd begonnen. Ja, donkere wolken en over het weer gesproken. Jordi Bloem, nog iets gemerkt van de storm afgelopen nacht? Nou, vanochtend werd ik gewekt door de wind. De wind wakkerde flink aan tot windkracht 7, plaatselijk stormachtig kracht 8. En we hadden ook enkele zware windstoten hier in Winterswijk Meddo tot 90 km per uur. En deze zieke bol, maar toch, legde het loodje hier in Winterswijk Meddo. Kwam allemaal door een kleine maar venijnige storing die over onze omgeving trok met een sterke zuidwestelijke stroming. En ook de komende tijd lijkt het eerder op de herfst dan op de lente. Met van tijd tot tijd ook wel opklaringen. Maar er kunnen ook nog wel buien vallen en die zagen we ook vanmiddag onze kant op komen. De stevige zuidwestenwind van boven België zat ook een enkele hagelbui tussen. Ook komende nacht blijft het nog buiig in Gelderland. Veel bewolking verder bij 5 graden, maar minder wind. En morgen is een aardige dag, geen zonnige dag. Vrij veel wolkenvelden, maar af en toe komt de zon er wel door. En met de buien lijkt het mee te vallen. Af en toe eens een buitje, denk ik. De wind morgen overdag is meestal matig van kracht. Minder wind dan vandaag. En het wordt overal in de provincie een graad of 10. En dat is nog net iets te zacht voor deze tijd van het jaar. Het langjarige gemiddelde is 8 graden. Maar ja, als het waait en regent, voelt het kouder aan. Nou, zaterdag is er weer veel bewolking te verwachten. Is het vrij regenachtig, ook dan een graad of 10, met weer wat meer wind. Zondag trekt de wind nog wat verder aan. Dan wel weer opklaringen, weer van die fraaie buienwolken, net als vanmiddag. En dan kunnen er weer een paar buien vallen met hagel. Middagtemperatuur een graad of 9, 's nachts wordt het frisser. En op maandag en dinsdag maartse buien zijn mogelijk. Buien met wat hagel en wat natte sneeuw. Tussendoor opklaringen. 'S nachts minimumtemperaturen 2 à 3 graden. En 's middags een graad of 8. En tot zover het Gelders nieuws. Meer nieuws in onze app en op onze site gld.nl. Daar ook meer over de Gelderse atleten die op weg zijn naar Abu Dhabi voor de Special Olympics. Ik wens u een fijne avond.